nieuwe video van Polestar. We gaan een fietstochtje maken. En ja, dat is nog altijd de dingen. Dus we gaan eens zien. Ik ga naar achteren rijden. Zo. Voilà. Het is hier wel heel mooi om te fietsen. We vertrekken wat bij ons broer. Zijn huis. Zo. Een beetje haast. Dat is wel belangrijk. Anders komt het niet goed, hè. Dus voilà. Nu moet je de trappen er even af doen. Dus kan je het even daar zetten. Zo, dat is geregeld. Het is altijd druk. Het is ook verkeerd gemaakt, dus dat is ook nog steeds verkeerd gemaakt en alles. Dus dat, daar kan ik niet aan doen. Hier hebben ze dus nooit aan gedacht om openingen te maken voor als je bijvoorbeeld hier woont, om veilig over te steken. Daar hebben ze nooit aan gedacht. Ze hebben eigenlijk altijd aan gedacht van ja, maakt toch niet uit. Dus eigenlijk de mensen die hier wonen, dat ik eens laten zien, hier zo, even stoppen. Dus dit is de natuur die we hier zien. Je ziet hier helemaal. En hier hebben ze een opening, hebben ze nergens openingen gemaakt, dus al die mensen die daar wonen met de fiets. Je moet in ieder geval daar zo rijden. Ofwel helemaal tot daar, maar dan komen ze ook op de baan terecht. Dus eigenlijk is het een oplossing om te rijden. Dus ik vind het echt stom gedaan eigenlijk. Om eerlijk te zijn. Dus dat hadden ze eigenlijk beter opengemaakt of zo. En dat is echt wel heel stom. Maar daar hebben ze dus niet aan gedacht om dat te doen. Dus dat is echt wel, ja, een beetje kut, hè. Vind ik dan. Zo. Zo. Eens kijken of de camera wel goed ingezoomd staat, dat je mijn kop wel goed ziet. Zo. Perfect. Toe. Dat is wel belangrijk als ik film natuurlijk. Dat is een punt, dus we kunnen over. Oké. Een mooie fiets te maken. Het is ook wel zo, aan de ene kant wordt het hier al donker, dus ik denk dat het straks weer gaat regenen. Dus, dat is natuurlijk niet te doen. Dekt in die klas iets zoiets. Ja, dat valt niet mee eigenlijk. Het is wel kouder geweest. En warmer ook. Maar te snel. Dus het is al, dat maakt niet zoveel uit. Maar binnenkort ik kan de camera nog eens opladen. Dat is gemakkelijker om zo te doen. Als mensen echt voor hun fiets gaan lopen, als ze
absoluut oversteken. Terwijl ze wel even kunnen wachten. Kijk nu door de kanten, maar ik meestal wel fiets, maar het is hier altijd druk en gevaarlijk. Dat wel. Je moet goed je ogen open doen, want dat is goed. Dat ligt hier onder een wagen en dan kun je het waarschijnlijk wel vergeten en niet meer navertellen, helaas. Dus. We komen hier aan de Lidl. De Lidl. Iedereen kent de Lidl wel ondertussen, denk ik. Dan moeten we ook iets zijn, want we gaan geen boodschappen doen. Morgen is nog wel vrij rustig om over te steken. Zo. Ik geef altijd wel schrik op de fiets eigenlijk, meestal wel hier om wat te fietsen eigenlijk. Dat wel. Dat heb ik wel. Daar heb ik het meestal wel een beetje van. Het is maar niets gebeurd of zo, want dat wilden mensen niet meemaken. Ik heb het al eens meegemaakt en de mensen mee omgereden. Dus dat wilden mensen hier een tweede keer meemaken. Is soms ook fietstochten, of doen jullie dat eigenlijk niet? Binnenkort zullen we ook eens naar zullen we die kant daar eens doen van Beveren, Nieuwkerke Beveren, om eens te fietsen. Dat vind ik ook wel cool om te doen, dus om er eens naartoe te fietsen. Er zit er bijna niemand op het ding. We passeren zo aan de Witte Molen. Veel wind. Je ziet ook de Witte Molen. Hier zie je het. De Witte Molen waar ik het over heb. En hier zien we vroeger altijd sporten. Met school. En dan zie je het ook. Een beetje. Lagen weg hier helemaal af.
En dan zie je achter ons zie je dan de kerk. De kerk waar ik eens een video gemaakt heb. Normaal rijd ik iets harder, maar omdat ik nu de beelden wil maken, ga ik niet harder rijden omdat... Ja, ik wil toch voorzichtig zijn als je rijdt. Dan zien we die parking. En de vertour, die open is de vertour. Frietjes eten is altijd lekker. Dat is lang geleden. Als ik met mijn broer. Frietjes. Dus wachten tot we kunnen oversteken. We moeten veilig zijn, hè, voor oversteken. Het is er altijd kei druk. Auto. Ja, het is veilig om over te steken. Dat is altijd heel belangrijk, want als je dat niet veilig kunt doen, moet je echt wel wachten. Wacht dan nog liever 10 keer extra om te gaan zeggen van het is te gevaar, alleen om over te steken. Maar dan drink ik ernaast. Daar. Te wachten. Nu is dat we echt wel geluk hebben gehad. Zo. En dan kom ik hier in mijn straat. In de straat waar ik woon. Grote vrachtwagen. Meteen begint dat internet een pinkje doen. 5 minuten tussen nog niet. Dan begint dat de lawaai te maken. Laten we eens kijken of dat die er toch niet eens dat bakje. Die zullen we niet te pakken. Perfecto! Dan gaan we hem parkeren. Zo, dat is zo.
te regenen, mensen. Het is geen zeven. Maar je zegt te regenen. Straks een regenboog. Een regenboog speciaal voor jou. Omdat ik zoveel van je hou. Een regenboog speciaal voor jou. Omdat ik zoveel van je hou.